Oké, opgave 109. In figuur 82 toont het VT-diagram van een zwemmer die de schoolslag doet. We hebben hier dus, dat is deze grafiek hier, we hebben hier dus V en we hebben hier T. En dan ga ik hem even proberen om over te schetsen. En dan kunnen we daar gewoon lekker in tekenen. En dan hoeft dat niet in het boek. Pop, 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 pop. En dan hebben we hier stuk 1. Daar stuk 2. En daar hebben we nog eens een keertje gedeelte 3. Volledige zwembeweging. Het wegduwen van de water met de armen en benen. Dan zie je dus dat de snelheid plotseling. De verandering in snelheid is heel erg hoog. Dus dat betekent dat de snelheid neemt een hele grote sprong toe. In het tweede gedeelte, op het moment dat ze aan het uitdrijven zijn. Dan neemt de snelheid een klein stukje af. Duurt ook langer, hè? Dat kun je ook zien hier aan de tijd. En in het derde gedeelte, als ze haar benen dus weer naar voren trekt, op dat moment kom je bijna tot stilstand. En dan hebben we dit laatste stuk. Dan neemt de snelheid weer af. Oké, hier hebben we dus een positief getal. Daar hebben we. Oh, valt het licht uit. En die gaat nog even aan. Yes. Hier hebben we dus een positieve richtingscoëfficiënt. Daar neemt de snelheid toe. Hier is hij negatief. Daar neemt de snelheid af. En hier is hij nog een keertje negatief. Neemt hij nog een keertje af. Bepaal uit de grafiek de versnelling tijdens de afzet. Nou, dat is even een kwestie van goed aflezen. Maar ik zie hier, hij heeft dus in een tijdsbestek tussen 0,4 en 0,6 seconden. En ik moet even wat groter schrijven, anders zie je het niet zo goed. Verandert de snelheid dus van 0 meter per seconde naar 2 meter per seconde. Dus van 0 naar 2 meter per seconde. En dat is ook het hele idee achter versnellingen. Je gaat je afvragen hoeveel meter per seconde je nou in 1 seconde verandert. Ik weet nu dus, hij verandert 2 meter per seconde. Dat staat hier. Verandert hij. En daar doet hij 0,2 seconden over. Ik wil het niet weten in 0,2 seconden, want ik ben versnelling aan het uitrekenen. Dat is altijd in 1 seconde. Deze keer 5, die keer 5. Dan heb ik dus 1 seconde. Deze keer 5, 2 keer 5 is dus 10 meter per seconde in 1 seconde. Dat betekent dus de versnelling A is dus 10 meter per seconde in het kwadraat. Kan ik dat nou ook anders uitrekenen? Ja, want waar we hiermee bezig waren was om te berekenen wat is het verschil in snelheid, is de versnelling maal het verschil in tijd. Dat betekent dus, als ik A wil uitrekenen, dan ga ik allebei de kanten door delta t delen. Dan bereken ik dus het verschil in snelheid gedeeld door het verschil in tijd. Doe ik eigenlijk precies hetzelfde als daarboven, maar nu even heel erg officieel met formules. Delta v gaat 2 meter per seconde omhoog. Delta t gaat 0,2 seconden omhoog. En warempel, het is 10. Yes. Oké, opgave B. De zwemmer heeft een massa van 78 kilogram. Bepaal de weerstandskracht van het water tijdens het uitdrijven. Dat betekent dus, er werkt hier een kracht op. Want die snelheid neemt af. Gaan we even kijken hoe sterk die snelheid nou afneemt. Nou, hij start hier op 2,0 meter per seconde. En die snelheid neemt af. En dan moet ik het even heel nauwkeurig gaan proberen af te lezen. Dit is ongeveer 1,4, 1,35. Naar 1,35 meter per seconde. Controleer dat thuis even. Hier is het gewoon heel slecht te zien. Maar thuis kun je het in je boek prima lezen. Dat kost een bepaalde tijd. Daar heeft hij een bepaalde tijd voor nodig. Hij start op 0,6 seconde. En hij eindigt hier op 1,1 seconde. Kunnen we ook weer heel diep over nadenken, hè? Met die verhoudingstabellen of zo. Maar eigenlijk is dit natuurlijk gewoon net zo snel. Hier snappen we wat we aan het doen zijn, maar eigenlijk is dit natuurlijk een veel snellere manier. A is delta V. Delta V is volgens mij 0,65 en misschien staat er in je boek wat anders. Of in het antwoordmodel wat anders. Dat heeft ook te maken met druktechniek en allerlei rare dingen. Geen zorgen over maken. Het gaat erom dat we het principe snappen en dat we het principe kunnen laten zien op ons proefwerk. Rekenmachine. Aan punt 65 gedeeld door punt 5. En dat is 1,3 meter per seconde in het kwadraat. Die versnelling, vertraging eigenlijk,
Want hij neemt hier af. Die versnelling is dus min 1,3. Iedere seconde gaat er dus 1,3 meter per seconde vanaf. Gaan we nou eens even kijken, want diegene die is 78 kilogram. En dan moeten we dus de kracht uitrekenen die daarvoor zorgt. Hij is 78 kilogram om die een versnelling te geven van min 1,3 meter per seconde. Hebben we daarvoor nodig. Weer rekenmachine erbij. En keer 78 keer ans. En dan praten we dus over een kracht van min 101 newton. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen, die min 101? Dat betekent dat hij tegen de bewegingsrichting ingaat. Daarvoor staat die min. We hebben een positieve kracht, die zorgt voor een positieve versnelling. Dan hadden we een plus gehad. En op het moment dat die snelheid afneemt, dan vind je dus een min. Oké. Okay. In periode 3 trekt de zwemmer zijn benen in en steekt hij zijn armen vooruit als voorbereiding op de volgende slag. Leg uit op de weerstandskracht van het water tijdens periode 3. Groter dan, kleiner dan of gelijk is aan de weerstandskracht tijdens het uitdrijven. Nou, eigenlijk, weet je jongens, dit is eigenlijk gewoon hartstikke easy peasy. Want als de versnelling opeens groter wordt, weten we ook dat de weerstandskracht opeens groter wordt. Of de kracht wordt groter, want er wordt een grotere snelheidsverandering veroorzaakt. Of dat nou negatief is of positief. Maakt niet zo heel veel uit. Deze loopt een stuk schuiner dan die. Dus in situatie 3 is de versnelling groter, weliswaar negatief, maar hij is wel groter als daar. Dus, dat is ook nog eens een keertje antwoord op opgave 3. Dus opgave C. Luister 1 minuut terug. En dan de laatste nog. In één volledige beweging legt de zwemmer 1,2 meter af. De zwemmer legt op deze manier een afstand van 100 meter af. Bereken hoe lang hij over doet. Eén volledige zwembeweging die duurt dus van 0,2. Dus dit is D. Van één volledige zwembeweging, sorry, is 0,4. Start die. En dan eindigt hij op 1,3. En de oppervlakte onder een snelheid tijdgrafiek, dus deze oppervlakte hier al, dat is de afstand. Hebben we daar wat aan hier? Nee hoor, die staat al gegeven. Dat is 1,2 meter. Dus dit hier is een tijdsverschil van 0,9. Dus hij doet 1,2 meter. Doet hij in 0,9 seconden. Kan ik natuurlijk heel moeilijk doen met SSVKT en zo. Ga ik stiekem indirect ook doen hoor. Chips. Die gaat naar 1 en die gaat naar 100. Dan strepen we dit even door. Oké, okay, wat heb ik nou gedaan? Ik wil het niet weten. 1,2 meter kost 0,9 seconden. Ik wil geen 1,2 meter weten. Ik wil 100 meter weten. En daarvoor deel ik dus eerst door 1,2 en vermenigvuldig ik met 100. Doe ik dat hier aan de onderkant ook. Gedeeld door 1,2 en vermenigvuldig ik hier met 100. Dus 1,2 gedeeld door... Nee, niet die. Die onderste moet ik natuurlijk uitrekenen. 0,9 gedeeld door 1,2... Keer 100 is 75 seconden. Komt het er nou ook gewoon normaal uit? Ja, dat is misschien wel even een opgave. Is dat slim om dat zo te doen? Nee, ik denk het niet. Doe ik dit nou goed? Maar ja, ik doe het goed. 75 seconden. Ta-ta-ta-ta, hij is er. Jongens, heel veel succes met leren. Doei!